Wat onomkeerbaar is, is dat het idee van een gouden eeuw speelde een essentiële rol in de constructie van historische en literaire nationale kanons. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese naties. In het geval van Nederland en het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, viel deze gouden periode samen met een gedeelde geschiedenis met Spanje. Als vijanden, maar ook als bron van inspiratie. We mogen niet vergeten dat vele van de historische en literaire vooroordelen en hardnekkige percepties over Spanje hun oorsprong in de 19e eeuw vonden. De eeuw van het nationalisme en het smeden van historische en literaire nationale kanons. Sommige van deze beelden en historische interpretaties zijn vastgerust in ons hoofd. Tot heden ten dagen. Kijk alleen maar naar bepaalde historische contemporaine romans, die zich sterk baseren op 19e eeuwse historische romans, maar ook naar geschiedenislessen over deze periode, hoe deze geschiedenislessen nog steeds onderwezen worden. We zullen beginnen met een heel kort opfris intermezzo over het ontstaan van de nationale Nederlandse oorsprongsmythe vis-à-vis Spanje, de Spaanse monarchie, om ons daarna te richten op hoe deze gedeelde en ambigu geschiedenis verder gestalte kreeg in de 19e eeuw aan de hand van literatuurgeschiedenissen. Vandaag wil ik u laten zien hoe 19e eeuwse geleerden worstelden met de rol van Spanje en zijn bijdrage aan de Nederlandse cultuur. Zoals u weet, op het hoogtepunt van zijn macht werd het Spaanse imperium door alle andere naties met wantrouwen, afgunst en bewondering aanschouwd. De internationale reputatie van het Spaanse imperium werd gekenmerkt door een vermeende dorst van werelddominatie. Wat als we Poetins terminologie zouden gebruiken, zou dat landhonger, dat we lezen in de krant. Hè? Dus dat is een beetje dezelfde manier van kijken naar wat je om je heen is. Dus dat werd in de vroegmoderne tijd die dorst voor een monarchia universalis. Dit was een veel herhaalde topos in het contemporaine politieke discours. Dit negatieve beeld moet begrepen worden tegen de achtergrond van een zeer sterk anti-Hispanisme, dat bij uitstek gestalte kreeg in de zogenaamde Spaanse zwarte legende. Jan heeft het ook genoemd. Waarbij een hele reeks inherent, en dus het waren niet alleen maar negatieve eigenschappen, inherent aan de Spanjaarden. Inherent negatieve eigenschappen die werden toegekend aan de aard van de Spanjaarden. Anti-Hispanisme is bovendien zelfs beschouwd als een centraal verschijnsel in het proces van Europese proto-nationale identiteitsvorming. Dus dat, voordat het proces helemaal gaande was, we zien dat anti-Hispanisme hielp veel Europese naties om gestalte te krijgen. Het ging om vrede en tyrannieke wezens, dorstig naar goud en wereldheerschappij, zeer onbetrouwbaar en religieus fanatiek. Iedereen is vertrouwd met deze mooie prenten waar veel Nederlanders groot zijn geworden en sommige Belgen ook. Hè. Bovendien werd hun barbaarse karakter in verband gebracht met hun onreine bloed, vermengd met Joden en Moren. Dat de Spanjaarden georiëntaliseerd werden in de vroegmoderne tijd en later in de 19e eeuw, heeft ook met dit narratief te maken. Aan de andere kant ontwikkelden de Nederlandse rebellen een uiterst effectieve propagandacampagne met Spanje als de ander, de gemeenschappelijke vijand. Dit is een voorbeeld van vele van de pamfletten die de ronde deden in Nederland. Dit is een hele mooie, effectief pamflet die overal vertaald werd. Het was ook een manier om de opstand tegen de rechtmatige vorst te legitimeren. Dit beeld van Spanje als de ander zou en haar ongeroepelijk verbonden raken met de eigen Nederlandse nationale oorsprongsmythe. En onverdeelbaar verbonden met het Nederlandse zelfbeeld van heroïsche vrijheidsstrijders tegen tirannie. Gedurende de eerste fase van de opstand werd het idee van een aangeboren natuurlijke oppositie tussen Spanjaarden en Nederlanders breed uitgemeten door de propagandisten. Maar terwijl Spanje
een politieke en militaire superpower was, genoot het ook van een grote culturele hegemonie met een literair vermaarde Gouden Eeuw die meesterwerken produceerde en als bron van inspiratie in Europa fungeerde. Spaanse werken werden vertaald, geïmiteerd, geëmuleerd, in sommige gevallen met een propaganda-agenda die de Spanjaarden in discrediet wilde brengen, maar ook vanwege zuivere bewondering en creatieve inspiratie. Voor de Nederlandse vroegmoderne periode heeft recent onderzoek van Blom, van Marion en Vergeer getoond dat, ondanks, dit zijn drie boeken van hen, ondanks het langdurige conflict met Spanje, Spaans toneel een ongekend powerhouse, zoals Blom zegt, bleek toen de Amsterdamse Schouwburg in 1638 werd geopend. Blom noemt dit de paradox van Spanje binnen het hart van de Nederlandse cultuur. Spaanse stukken boden het Nederlandse publiek spannende plotten en personages, boeiende verwikkelingen en heftige emoties. Het was een beetje zoals de Hollywoodfilm van de tijd. Nederlandse dramaturgen konden putten uit de hele rijke catalogus van het Spaanse drama en ze vertaalden, adapteerden of lieten ze zich vrij inspireren door vele stukken. Auteurs zoals Félix López de Vega bleken zeer populair, zelfs populairder dan onze eigen Joost van den Vondel. Een constatering die nog steeds de wenkbrauwen van menigeen in ongeloof doet reizen. Echt waar, kijk maar. Echt allemaal shocking nieuws. De Spaanse oorsprong werd op verschillende manieren genegocieerd, af en toe bewust verzwegen, maar in andere gevallen zelfs als marketingstrategie ingezet. De Amerikaanse literatuurhistorica Barbara Fuchs gebruikt de term occlusion van influence om het bewuste verzwijgen van de Spaanse oorsprong aan te duiden. Dezelfde belangstelling geldt voor Spaanse ridderromans, schelmenromans of exemplarische werken zoals die van Antonio de Guevara. Ook Spaanse helden zoals El Cid, de Spaanse legeraanvoerder die Spanje heroverde op de Moorse indringers tijdens de Reconquista, bleek een zeer populair toneelpersonage als voorbeeld van grote deugd en militaire kunde. Zeer hispanofobe stukken konden op het toneel opgevoerd worden, tegelijkertijd met stukken waar Spanjaarden voorbeeldige personages waren en daar leek het Nederlandse publiek geen problemen mee te hebben. Ik ga nu een beetje kort door de bocht, maar die overheersende hispanofobie was dus niet alles overheersend op de vroegmoderne planken. En overduidelijke culturele hispanofilie valt ook te ontwaren. Maar hoe was het dan in de 19e eeuw? Toen werd Spanje voor het eerst met andere ogen bekeken. Wat voor invloed had die nieuwe blik op de reflectie van Spaans-Nederlandse historische relaties op cultureel vlak? Van wezenlijk belang is het feit dat Spanje aan het begin van de 19e eeuw zelf het fysieke oorlogstoneel werd van de in het Spaans genoemde Guerra de Independencia, de onafhankelijkheidsoorlog, in het Engels de Peninsular War. Dat is grappig om te zien hoe oorlogen vertaald worden, hè? Iedereen zegt maar wat vanuit zijn eigen perspectief. En deze oorlog vond plaats tussen 1808 en 1840 in Spanje. De vurige Spaanse weerstand tegen de Franse bezetting van Napoleon, en de Spaanse verdediging van liberale waarden creëerden wat kritici beschrijven als een nieuwe mythologie van Spanje, waarbij Spanje een soort Europese vrijheidsvaandeldrager werd en inspiratie bood voor andere vrijheidsondernemingen in Europa. Spanje, de oude tiran, een agressieve speler op het politieke toneel, was nu het heldhaftige slachtoffer van de Franse agressie geworden. Op zijn beurt, zoals u weet, ook Nederland werd door Napoleon bezet. In deze context werd de oude opstandretoriek uit de kast gehaald en gegoten in een Franse vorm, waarbij tiran Philips II vervangen werd door Napoleon en de vrijheidsstrijd verheerlijkt werd in allerlei vormen. Lotte Jensen heeft hier uitvoerig onderzoek naar gedaan. Deze nieuwe rol van Spanje, samen met de ontdekking van, door de Duitse romantici van de literaire Spaanse Gouden Eeuw en auteurs zoals Cervantes of de dramaturg Pedro Calderón de la Barca aan het einde van de 18e eeuw, droeg bij aan een herrijking van Spanje en zijn
culturele nalatenschap. Een nieuwe golf van belangstelling voor things Spanish overspoelde Groot-Brittannië bijvoorbeeld. Onze eigen Nicolas Bates schreef in 1834 een gedicht op Byron-achtige wijze met de titel José en een Spaans verhaal, waaruit alles behalve hispanofobie klinkt. Ik citeer Bates. O Spanje, Spanje, schoon romantisch land, gij vruchtbaarste oord van het zwoel en minzaam zouden. Einde citaat. We zullen niet ingaan op de lang gedebatteerde kwestie of de romantiek wel of niet in Nederland heeft bestaan. Laat ik kort en bondig autoritas noemen hier. Marita Matthijssen laat ik aan het woord. Hierbij Marita. Er is vaak beweerd dat er geen echte romantiek in Nederland zou zijn geweest. Alleen maar wat onbevlogen navolging. Wie niet wil zien, ziet het niet. Niet in de schilderkunst, niet in de literatuur. Einde citaat. Volgens haar kunnen we niet om dichters als de jonge Bates, maar ook niet om Jacob van Lennep of Willem Wilderdijk heen. Van Lennep zou volgens de recensent van zijn Nederlandse legende zelfs de eerste romanticus in Nederland zijn geweest. Of Van Lennep zich enigszins door Spanje heeft laten inspireren, weet ik zelf niet. Maar wie weet of Marita zich in de toekomst bij de Spanofiele turn wil voegen en kan ontdekken dat Van Lennep een Hispanofiel in hart en nieren was. Of misschien iemand van zijn huidige nazaten. Wie weet. Deze nieuwe herijking van Spanje, van het romantische Spanje in de 19e eeuw, is dus lang bezien als een soort paradigm shift of omwenteling naar een Hispanofiele manier om Spanje te aanschouwen. Dit soort associaties roept van romantisch Spanje. Spanje ging zodoende beschouwd worden als aanlokkelijk in haar zuidelijkheid en in haar oriëntaalse en exotische karakter. Deze beelden zijn nauw verbonden met een andere destijds ontstaande perceptie, die van Spanje als een authentieke en daardoor antimoderne natie. Hoewel we niet zullen ingaan op het debat omtrent deze interpretatie, is het duidelijk dat het stoelt op een asymmetrische representatie van Spanje, waarbij de Hispanofilie en fobie-narratieven een rol spelen. Zoals Michael Jarocci heeft opgemerkt, de Spaanse cultuur werd systematisch uitgeschreven van de, ik citeer, Master Narrative of European Modernity. Spanje zou op een marginale positie gedeclasseerd worden als gevolg van concepties over moderniteit, waarbij alleen het noorden van Europa en protestantse landen in de stad zouden zijn om vooruitgang te boeken. Niet alleen Spanje, maar andere zuidelijke katholieke landen zouden in de 19e eeuw in een marginale en antimoderne positie geplaatst worden in het kader van deze Noord-Zuid polariteiten. Deze stereotypische discoursen zijn nog steeds volledig actief. Denk maar aan de eurocrisis van 2008 of aan de financiële problemen tijdens de pandemie. In vergelijking tot de zeer lange reeks negatieve kwalificaties van de zwarte legende, zoals vreedheid, fanatisme, trots, etcetera, of geweld. Lijken deze romantische kwalificaties authentiek, exotisch, die lijken wel positief. Maar deze re-evaluatie draagt impliciete en soms zeer expliciete negatieve en neerbuigende visies op Spanje en zijn cultuur, die een meer objectieve evaluatie van transnationale culturele beïnvloeding en kruisbestuiving belemmeren. Wat we zien is dat bepaalde hardnekkige anti-Spaanse stereotypen blijven voorkomen op min of meer verborgen wijze, omdat ze historisch in een soort latente toestand verkeren. In de woorden van Joep Leersen, latency is always a default state for ethnotypes and prejudices. Einde citaat. Die oude, vastgeroeste historische ontstaande nationale beelden staan altijd klaar om geactiveerd te worden. Het is precies in deze latente staat waar de spanning tussen culturele hispanofilie en hispanofobie het helderst naar voren komt. Maar hoe kunnen we deze spanning terugvinden in 19e-eeuwse Nederlandse bronnen? De hernieuwde belangstelling voor Spanje werd verder gestimuleerd door de filologische boom
en de consolidatie van literatuurgeschiedenis als sleutelelement in het smeden van nationale narratieven en nationale kanons. Literatuurgeschiedenis werd destijds beschouwd als een discipline in dienst van de nationale eenheid, die over de kracht beschikte om politieke verandering te bewerkstelligen. De auteurs ervan waren ook bepalend in contemporaine debatten over de productie en de circulatie van kennis. Literatuur en het beschikken over een waardige en gewichtige literaire kanon was van wezenlijk belang voor iedere natie, aangezien dergelijke collectieve culturele prestaties ook de grootsheid van de natie illustreerden. Ik citeer Van Limburg-Brouwer. Het is niet alleen de roem der wapenen, de uitgestrektheid der bezittingen, het gewicht van den handel, naar welke ene natie gewoon is haar een roem en aanzien onder haar mededingsters af te meten, maar ook op de verdiensten haar geschiedschrijvers en redenaars, haar dichters en schilders, grondzee en voornaam gedeelte van haar aanzien onder de volken. In dit context, drama was in het bijzonder verbonden met de reputatie van een natie, aangezien het ontstaat om in het openbaar, ik citeer weer Van Limburg-Brouwer, het is ontstaan in het openbaar voor de ogen van het gehele volk uitgevoerd en opgezongen te worden. Het bepalen van deze literaire kanons waar ik het over heb, bracht het selecteren en evalueren van verschillende literaire tradities, nationaal en internationaal, met zich mee. Literatuurhistorici bogen zich derhalve over kwesties zoals wat maakt een natie uniek en distinctief en over hoe ze een nationale literaire kanon konden creëren die superieur en exceptioneel zou zijn vis-à-vis andere naties. Auteurs hielden zich bezig met vragen zoals welke literatuur en culturele nalatenschap het belangrijkste in Europa was, welke niet en waarom. De intellectuelen in deze eerste literaire geschiedenissen schreven, die in deze eerste literaire geschiedenis schreven, zagen bovendien nationale literatuur, volgens het romantische gedachtegoed, als de zuivere en echte expressie van de identiteit van een natie, de volksgeest. In deze context was het natuurlijk ingewikkeld om invloed uit de Spaanse Gouden Eeuw te erkennen op het ontstaan van het eigen Nederlandse nationaal toneel, aangezien de Gouden Eeuw door Europese critici werd beschouwd als het voorbeeld bij uitstek van Spaansheid. Konden Nederlandse critici accepteren dat op het moment dat de ontluikende Nederlandse natie gestalte aan het krijgen was, de cultuur beïnvloed zou zijn geweest door literatuur die juist het Spaanse karakter belichaamde, dat in het 19e eeuwse Nederlandse discours het geloof in een literaire neergang vanaf de Gouden Eeuw was ingeluid, maakte de verhouding tot het Spaanse drama nog ingewikkelder. De terugkerende vraag bij vele auteurs was hoe de natie uit de huidige lethargische staat wakker geschud kon worden, zodat die het vroegere glorieuze niveau van de Gouden Eeuw van de Republiek weer kon bereiken. Wie waren deze 19e eeuwers die zich over deze zaken bogen aan het begin van de eeuw? En hoe drukten ze zich uit over een mogelijke Spaanse invloed? Wat voor argumentatie gebruikten ze om hun waardering of afkeer kracht bij te zetten? We zullen ons vandaag maar op een kleine selectie geleerden richten. En de meeste van hen zijn volledig in vergetelheid geraakt voor de gemiddelde Nederlander en leven alleen nog maar met een beetje geluk voort in straatnamen. Geronimo de Vries, Matthijs Siegeweek, Abraham Louis Barbaas, Petrus van Limburg, Brouwer en Willem de Klerk. Het gedachtegoed van deze auteurs moet begrepen worden tegen de achtergrond van de eerste Europese literaire geschiedenissen en geschriften over Spaanse literatuur, zoals die door de gebroeders Schlegel, Simon de Sismondi en Madame de Staël
het geval was. Deze auteurs kleurden hun eigen oordeel met al bestaande stereotypen en vooroordelen over Spanje. Ze waren de eersten om een aantal inherente nationale kenmerken te abstraheren van de Spaanse literatuur. En de meest prominente eigenschappen waren een vage vorm van orientalisme, vanzelfsprekend als gevolg van de lange gedeelde Moorse verleden, en een sterk gevoel voor ridderlijkheid en een innig gevoel van vroomheid of religiositeit. En hier zien we een aantal van die eerst genoemde latente stereotypen weer naar voren komen. Belangrijk voor ons verhaal is dat in het narratief over de ontwikkeling van een Nederlandse Gouden Eeuw, een vaak herhaalde discours in de 19e eeuw, men het groeien van de Nederlandse Republiek met de oorlog tegen Spanje verbindt. Dat is echt heel belangrijk. Een van de voorvaders of de voorvader van de Nederlandse literatuurgeschiedenis, Geronimo de Vries, stelde in 1810, ik citeer, de overgang van Spaanse dwingelandijd tot Nederlandse vrijheid gaf een veerkrachtige verheffing aan alle kunsten in ons vaderland, bijzonder aan de dichtkunst. Einde citaat. De Vries verwijst eigenlijk naar de woorden van de grote 17e-eeuwse historicus en literator Pesse Hooft, die het verband tussen de vrijheidsstrijd tegen Spanje en literaire bloei had benadrukt. Als gevolg hiervan zou men kunnen zeggen dat de Spaanse invloed als een soort negatieve motor voor originele nationale productie ontstond en niet als een vorm van inspiratie aan de wieg van de Nederlandse literaire bloei, als een soort katalysator van de Nederlandse culturele grandeur. Matthijs Siegenbeek, de eerste hoogleraar Nederlands in Nederland, benoemd in 1797, bleef in 1826 verwijzen naar deze visie waarbij de, zoals hij zei, de worstelstrijd tegen het machtige Spanje droeg bij tot een gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid. Een spanning, veerkracht. Iedereen heeft het over de veerkracht. Hè? Je gaat bijna zo bewegen hè, als je deze stukken. Een geestverheffing teweeggebracht waarvan de dicht en andere voortbrengselen van dit tijdperk als het ware het zichtbaar afdruksel dragen. Bijzonder interessant in het constructieproces van de Nederlandse Gouden Eeuw is de rol van drama. En zoals ik al zei, en in het bijzonder van de Amsterdamse Schouwburg. In het overzicht van de stad Den Schouwburgs in ons vaderland, 1816, een van de eerste overzichten van het Nederlands drama, kondigde de auteur Abraham Luis Barbas nadrukkelijk aan, en ik citeer hem, geen stichting versterkt onze Nederlandse glorie tot meer luister dan de Amsterdamse Schouwburg. De wezenlijke tempel onze vaderlandse dichtkunst. Barbas is ook heel interessant. Hij vergeet niet te vertellen dat de meeste Nederlandse stukken, als hij zegt, geen eigen vindingen zijn, maar ontstaan zijn uit vreemde talen. Maar juist omdat ze zijn ingekleed in Nederlandse verzen, zijn ze, ik citeer, het eigendom en de schatten onze poëzie geworden. Hoewel Barbas de Franse invloed erkent, die onontkenbaar is natuurlijk, schenkt hij geen enkele aandacht aan de voorafgaande periode toen het Spaanse toneel het Franse beïnvloedde en ook vele andere Europese dramaturgen inspireerde. Spanje is alleen indirect aanwezig in zijn werk als een soort retorisch instrument in het bekende opstandnarratief van oppressie die hij projecteert op de Fransen. Voor Barbas is de invloed van die Franse, als hij zegt, treurspelletjes, zeer negatief geweest voor het Nederlandse toneel. Die Franse, als hij zegt, zotte toneeltirannen, probeerden de vrijgevochten Nederlanders, de beteugelaars der machtige Spaanse dwingelanden, te beteugelen en hen de ware en nuttige afbeelding der natuur te laten vergeten. Wat doet Barbas hier? De Franse invloed van het strakke neoclassicisme duidelijk zorgde ervoor dat het Nederlands drama bijna geheel haar nationale karakter verloor, volgens hem. Die Nederlandse aard, de pit waarmee Spanje bevochten werd, moest weer teruggevonden worden, lijkt hij te zeggen. De oude Spaanse tirannie op de politieke dimensie is omgegoten in Franse literaire tirannie.
Het is aannemelijk dat Barbaas beïnvloed was door zijn eigen contemporaine context natuurlijk en de Napoleontische inlijving van de Nederlander. Van de Nederlanden. Die eerder genoemde connectie tussen de grootsheid van een natie en haar culturele productie komt vaak naar voren in het betoog van 19e-eeuwse literaire geleerden. In dit licht moeten we bijvoorbeeld kijken naar de verhandeling over de vraag: bezitten de Nederlanders een nationaal toneel met betrekking tot het treurspel? 1823 van Peter van Lingboer-Brouwer, hoogleraar filosofie en letterkunde in Luik. Knappe man. Voor zijn tijd, denk ik, toch? Ja. Voor zijn geboorte, oké. Wauw, die had helderziende krachten, denk ik. Al in de baarmoeder van zijn moeder, denk ik, of zoiets. Oké. En ik ben een beetje blind in de data. Echt krachtige man. Deze vraag was inderdaad heel relevant, omdat de tragedie werd beschouwd als een van de meest waardevolle antieke genres. De basis voor hoog literair prestige en het meest verbonden met de nationale reputatie. Van Lingboer-Brouwer erkent dat de Nederlanders geen nationaal drama hebben. Dat is leuk om te lezen. Net zoals de Italianen en de Duitsers. Heel erg duidelijk daarover. Dat is eigenlijk alleen te vinden onder de Grieken, de Spanjaarden en de Engelsen, vermeldt hij. Terwijl hij reflecteert over de vraag of de Nederlandse literatuur überhaupt een nationaal drama kan ontwikkelen en hoe dit dan zou moeten gebeuren, bestudeert hij de eigenschappen van andere Europese nationale drama's. Hij herkent dus onomwonden het nationale karakter van het Spaanse toneel en zijn positie op het hoogste literaire echelon, wat de grootsheid van Spanje als natie bewijst. Calderón de la Barca en Lope de Vega worden ook genoemd als voorbeelden bij uitstek van het Spaanse drama. Echter, al de stereotypische vooroordelen gaan zich vermengen in zijn argumentatie. Zowel het Spaanse als het Engelse drama was een nationaal drama, maar ze waren zeer anders, ik citeer hem, als de beide naties in dezelfde karakter en denkwijze van elkander verschillen. Einde citaat. Hier komt weer de Volksguide op de proppen. Spaanse stukken vertonen geen eenheid van actie, tijd of plaats. Ze mengen het tragische met het komische, wat niet werd gewaardeerd. En ze zijn onregelmatig in het onderwerp en onevenredig in de uitdrukking. Dus echt een beetje waardeloos. Dit in tegenstelling tot de Engelsen. Van Lingboer-Brouwer benadrukt verder het ridderlijke en religieuze karakter van de Spaanse literatuur en haar oriëntaalse karakter, veroorzaakt door de langdurige interactie met de Moren. En hier echoot hij de Sismondis standpunt dat Spaanse literatuur anders was dan andere literaturen in het midden van Europa. Eigenlijk onderstreept hij het idee dat Spaanse literatuur was niet Europees. Het was een voorbeeld van een oriëntaalse en barbaarse ander in het midden van het continent. Ook de idee van Madame de Staël over twee tegengestelde literaturen, een moderne noordelijke en een zuidelijke premoderne, zijn hier voelbaar. Van Lingboer-Brouwer lijkt een zekere voorkeur voor noordelijke literaturen te hebben, wat begrijpelijk kan zijn, maar hiermee bagatelliseert hij de rol van het Spaanse toneel in Nederland, maar ook op Europees niveau. Als hij verwijst naar grote inspirerende dramaturgen, noemt hij Shakespeare, Cornelius, Racine, Schiller, maar geen enkele Spaanse auteur. Niet eens Calderón de la Barca, die zo geprezen was door de Duitse romantici. In ieder geval is het belangrijk om te constateren dat hij geen oude Hispanofobe vooroordelen uit de kast haalt in zijn betoog, om zijn betoog kracht bij te zetten. Maar dit is wel het geval bij een ander zeer boeiende figuur, Willem de Klerk. Bekend als dichter, literatuurhistoricus en als voorman van de religieuze opwekkingsbeweging van het Réveil. Hij was bovendien een bekende improvisator en hij onderhield nauwe contacten met de belangrijkste geleerden van zijn tijd. Verder had hij gewoon een baan. Hè? In het zakenleven, eerst als makelaar in graan, makelaar, een beetje dubieus. Hè? Daarna eerst als secretaris en sinds 1831 als directeur van de Nederlandse Handelmaatschappij, de voorganger van de ABN.
Zijn dagboeken, geschreven tussen 1811 en 1844, zijn bewaard en vormen een zeer waardevolle bron van informatie over de politieke en culturele ontwikkelingen van zijn tijd. En trouwens, terwijl hij directeur van de ABN was, hij bleef zijn dagboeken echt uitvoerig schrijven. Dus ik weet niet wat directeuren van banken tegenwoordig doen, maar ik hoop dat uw tijd op een andere manier geconcentreerd wordt. En interessant voor ons is zijn verhandeling ter dit is wel een hele lange verhandeling ter beantwoording der vraag welke invloed heeft vreemde inzonderheid de Italiaanse, Spaanse, Franse en Duitse gehad op de Nederlandse taal en letterkunde sinds het begin der 15e eeuw tot op onze dagen. En het lijkt agrammaticaal, maar ik heb het 3 keer gecheckt. Dus en de D bij tot beantwoording klopt ook. Dus oké, het is wat het is. De verhandeling werd in 1821 geschreven voor een prijscompetitie, bedacht door Geronimo de Vries. Hij was de enige inzender, dus hij heeft het gewonnen. Dat is gewoon zo. Dit geschrift is een goed voorbeeld van hoe het oude narratief van een natuurlijke oppositie tussen Spanje en Nederland impliciet in het literaire discours een plaats krijgt. En zo hispanofobe vooroordelen continueert. Alhoewel de Klerk zich niet in het bijzonder op drama concentreerde, is zijn werk bijzonder waardevol omdat een van de eerste voorbeelden van vergelijkende Europese literatuur wetenschap is. In zijn introductie verdedigt de Klerk het belang van literatuurgeschiedenis. Het is zijn uitgangspunt dat om onze literatuur op de correcte wijze, en als ik ons zeg, bedoel ik ook Nederlands, hè, dus ik bedoel alles, ik bedoel Nederlands, Spaans, dus u moet gewoon goed luisteren en proberen te begrijpen wat ik bedoel. Maar onze Nederlandse literatuur op de correcte wijze te kunnen evalueren, het noodzakelijk is om het in verhouding met anderen te beschouwen. Ondanks zijn originele benadering had de prijscommissie enige kritiek op de inhoud. Ze vonden dat de Franse en Duitse literatuur gedeeltelijk werd besproken, maar dat de Spaanse ontbrak. De commissie leek in ieder geval wel oog te hebben voor de bestaande invloed van de Spaanse literatuur op de Nederlandse. Inderdaad, de weinige verwijzingen naar de Spaanse literatuur getuigen van enige vorm van gekleurde perceptie, zouden we kunnen zeggen. Aan het begin verwijst de Clare naar, ik citeer, de flauwe indrukken welke de Spaanse letterkunde in de onze heeft nagelaten, om aan het einde van zijn verhandeling op te merken dat, ik citeer, de menigvuldige betrekkingen met Spanje schijnen hierin bij de eerste opslag en een rijke oogst te beloven, doch men vindt zich weldra in zijn verwachting bedrogen. De Klerk leek de sterke invloed van de Spaanse literatuur, drama, romankunst, dichtkunst op de Europese literatuur over het hoofd te zien, terwijl bekende auteurs van literatuurgeschiedenissen hierover al hadden geschreven. Deze omissie kan niks te maken hebben met zijn talige achtergrond. De Klerk was een polygloot die zijn dagboeken in het Frans schreef en Italiaans en Spaans sprak. Hij gebruikte bovendien in zijn verhandeling de meest recente internationale literatuurgeschiedenissen of literaire werken door onder andere de eerder genoemde Sismondi, Schlegel en Madame de Staal. Ze schreven allemaal op meer of minder hispanofobe wijze over de Spaanse literatuur. Het is echter niet verbazingwekkend dat de Clare de Spaanse invloed negeert als we stilstaan bij wat hij de kern vindt van de Spaans-Nederlandse relaties tijdens de opstand. En hij schrijft: en afkeer, oud verschil van godsdienstige en staatkundige begrippen ontstaan, hield de volken zodanig van elkander gescheiden dat gedurig 80 jaren er een grotere moeilijkheid tot onderlinge toenadering dat men enig ander volk heerste. De Clare echoed hier het bekende vroegmoderne narratief van een natuurlijke oppositie verspreid door oorlogspropaganda van de tijd, waarbij Spanjaarden en Nederlanders diametraal tegengesteld zijn in aard en karakter.
Dit komt expliciet naar voren in zijn moeite om de gelauwerde dramaturg Lope de Vega een plek te geven binnen de Nederlandse dramatische context. En dan zegt hij, en Lope de Vega, de familiaar der Inquisitie, kon nimmer een geliefd dichter voor den hervormde Nederlander worden. De religieuze argumentatie komt hier weer naar voren. Maar de oppositie wordt verder versterkt door het feit dat Lope de Vega inderdaad een familiaar van de Inquisitie was. Namelijk iemand die de institutie van informatie voorzag. Dus een beetje fout was die wel. Maar goed. Zet hem bij zak. Deze katholieke en verdere Inquisitie-associatie zou van hem nooit een geliefde auteur kunnen maken voor een protestants-Nederlands publiek. De klerk was zelf Calvinist en zou later lid worden van de Waalse kerk. Deze roomsgezinde dichters, zoals de klerk zegt, zoals Lope de Vega en Calderón de la Barca, werden door Europese critici op verschillende wijzen beschouwd. Hier heeft u een paar portretten, zodat u een beetje een gezicht kan hebben van deze twee Spaanse dramaturgen. Ik moet toegeven, hier word je niet echt vrolijk van. Maar goed, ze waren hele grote toneelschrijvers. Die werden allebei bij Europese critici op verschillende wijzen beschouwd, zoals ik net zei. Duitse auteurs beschouwden Calderón bijvoorbeeld, de auteur van Het leven is een droom, met veel meer neutraliteit, gezien zijn metaforische en mystieke dimensie, zelfs met grote bewondering. Engelse geleerden zoals George Henry Lewes bijvoorbeeld beschouwen Calderón juist als the poet of the Inquisition. Terwijl deze Engelsman, gezien zijn bewondering voor Lope de Vega, er met geen woord over rept dat Lope überhaupt enige connectie zou hebben gehad met de Inquisitie. Het protestantse perspectief van de klerk, ook dominant in het Nederlandse en Engelse discours tot halverwege de 19e eeuw, zou geleidelijk gedeconstrueerd worden door katholieke literaire historici die vanuit een ander perspectief schreven. Lotte Jensen heeft hier ook een heel mooi artikel over geschreven in mijn edited volume over Hispanofilia en Hispanofilia, waaraan Jan aan het begin refereerde. En dit is open access, dus als u op een moment van ledigheid denkt, wat doe ik met mijn leven? Kunt u hier online kijken of er iets is wat u interessant vindt. Volgens literatuurhistorici vindt de houding van de klerk jegens vreemde literaturen zijn oorsprong in zijn geloof in een verband tussen imitatie en wat genoemd is psychisch assimilatieproces. Zou hij gedacht hebben dat te veel imitatie van de Spaanse dramaturgen een soort hispanisering teweeg had kunnen brengen in de Gouden Eeuw? De angst voor gehispaniseerden bestond sowieso in de Nederlandse Republiek. In deze context is het begrijpelijk dat hij misschien een scheidslijn wilde trekken ten opzichte van de oude Spaanse vijand. De klerk reflecteerde wel degelijk over de grenzen en de grond van buitenlandse invloed. Die zou nooit de nationale literatuur moeten overheersen, voelde hij later in 1824 in een epiloog aan zijn verhandeling van 1821 toe. Zoals vele van zijn tijdgenoten was hij vertrouwd met een oud bestanddiscours dat de negatieve en degenererende impact uit het buitenland bleef benadrukken. Om decadentie tegen te gaan en de nationale identiteit te regenereren, werd een rijk arsenaal aan activiteiten ontwikkeld in Nederland, waarbij genootschappen een sleutelrol speelden. Ze brachten burgers samen die juist de Nederlandse cultuur nieuw leven in wilde blazen. Maar men was er tenslotte van overtuigd dat taal en literatuur de weerspiegeling waren van een gezonde natie. De zoektocht naar een remedie voor de achteruitgang van de natie kreeg zelfs gestalte op het gebied van de economie, met genootschappen en dichters die de commercie en de geschiedenis van de natie enthousiast gingen bezingen. De klerk was zich bewust van de behoefte om nieuwe literaire wegen in te slaan om de natie wakker te schudden. De oplossing lag niet in de Slaafse navolging van de grote auteurs uit de Gouden Eeuw, maar zeker niet van buitenlandse auteurs. En toch, ondanks wat ik net opgemerkt heb over de klerk lichte
Hispanofobe, tenminste bevooroordeelde meningen over Spanje in de context van het drama, kan niet onbenoemd blijven dat het de Claire was die het Nederlandse 19e-eeuwse publiek vertrouwd maakte met het eerder genoemde Spaans-kanonieke verhaal van El Cid, de middeleeuwse ridder die tegen de Moren vocht tijdens de Reconquista. Sommigen van u, van bepaalde generaties, heeft waarschijnlijk de film met Charlton Heston en Sophia Loren. En als een teken van het belang van deze held tegenwoordig, we hebben een Netflix-serie in het Spaans over de Cid. Zo, als iemand het Spaans wil oefenen en een beetje zich bezighouden met Spaanse helden, van harte aanbevolen. In 1823, een paar jaar na zijn verhandeling, hield de klerk een voordracht over El Cid, voorgesteld als het ideaal van de held der middeleeuwen. El Cid zou in de 19e eeuw door Spaanse geleerden uitgeroepen worden tot de Spaanse nationale held bij uitstek, wat de klerk ook wist. Onomwonden prijst hij de eenvoud, moed en verheven kracht van El Cid. Dat was de tijd waarin, ik citeer de klerk, de tijd dat in Spanje een geslacht van moed en geestdrift doordrongen verrees. Dat de Claire El Cid bewonder is onontkenbaar. In zijn tekst gaat hij op zoek naar literaire bewerkingen van wat hij de eerste epos der Spanjaarden noemt. Bijzonder scherp is zijn uitgangspunt waarbij de Spaansheid van het verhaal van El Cid onderstreept. We moeten derhalve echter geen zin in het meesterstuk van Corneille zoeken, waar wij deze held natuurlijk op een meer Franse lees geschoeid beter vinden, maar ons tot de oorspronkelijke kronijk of geschiedenis van zijn leven bepalen, die waarschijnlijk ongeveer 115 jaren na zijn dood werd opgesteld. In tegenstelling tot vele critici die de Spaanse oorsprong van het 17e-eeuwse toneelstuk over El Cid negeerden en het alleen als Corneille-stuk beschouwden, verduidelijkt de klerk dat het oorspronkelijke stuk van de Spanjaard Guillén de Castro is. En verder gaat hij in de tijd in op de verschillende Spaanse kronieken, helden, dichten over de held. Zijn middeleeuwse ridderlijke deugden zoals moed, eergevoel en liefde waren voorbeeldig. De klerk was waarschijnlijk vertrouwd met het gedicht van de Engelse Hispanist Robert Southey, Chronicle of the Cid, 1808, geschreven te midden van de Napoleontische oorlogen. Dat was vertaald door Catharina Wilhelmina Schweikhardt, de echtgenote van Willem Bilderdijk. Het echtpaar was goed bevriend met Saudi. En de Claire's bewondering voor de Spaanse held past natuurlijk in de eerder genoemde romantische herrijking van Spanje. Deze Cid-associatie, fascinatie, laat zien hoe het literaire hispanofiele narratief tegelijkertijd aanwezig kon zijn met een meer hispanofobe toon binnen de productie van één en dezelfde auteur. Beide narratieven liepen parallel vanaf de vroegmoderne tijd. En ik rond af. Nederlandse literatuurhistorici onder de invloed van een sterk nationaal verhaal van vroegmoderne oppressie zullen langzamerhand de Spaanse-Nederlandse literaire relaties in een meer genuanceerd licht gaan duiden. Toch duurt het tot 1881 wanneer Jan ten Winkel, de grand old man van de Nederlandse literatuurgeschiedenis, nadrukkelijk zal wijzen naar het zeer innige karakter van deze culturele banden. Hij werd beschreven als een rationalist en een liberaal geleerde met een duidelijke inclinatie jegens objectiviteit. Zijn academische interesses reikten verder dan zijn leerstoet in Nederlandse en oud-Germaanse letterkundes. Tijdens zijn studie volgde hij bijvoorbeeld ook lessen bij de vermaarde Arabist Reinhard Dossi, gespecialiseerd in islamitisch Spanje. De Winkel was de zoon van een protestantse predikant, maar zijn ideeën waren niet gekleurd door religieuze preconcepties. In het geval van de invloed van het Spaanse toneel op het Nederlands drama was het allesbehalve gering te noemen, zei hij. Volgens hem was de Spaanse invloed niet beperkt tot vertalingen, aangezien te minder wanneer men bedenkt dat ook in vele niet vertaalde stukken de Spaanse geest heerst. In vele andere geput uit romans, die oorspronkelijk ook weder uit Spanje hierheen overkwamen. Bovendien was hij zeer stellig over het volgende.
Wanneer het dus geldt een verklarende geschiedenis te geven van de Nederlandse letterkunde in het algemeen en het Nederlands toneel in het bijzonder, mag men de invloed van het Spaans evenmin over het hoofd zien als die van het Latijn, de invloed van Lope de Vega, evenmin als van Seneca. Wilde de winkel het belang en rijkwijdte van de Spaanse invloed en nalatenschap verder benadrukken door die verwijzing naar Seneca, ook geboren in Spanje en beschouwd als een Spaanse Romein? Wat dan ook, ik vind zijn verwoording van de aanwezigheid van een Spaanse geest in toneelstukken een mooi voorbeeld van synthese, van samensmelting en productieve kruisbestuiving tussen culturen die Fobis en Filis overstijgt. Bedankt voor uw aandacht. Ik heb geen microfoon, maar ik denk dat ik wel te verstaan ben tot achteraan. Heel erg bedankt, Jolanda. Ik heb... Kijkers thuis, dus het is goed als ik wel een microfoon gebruik. Dan zeg ik zo meteen nog een keer bedankt. Ik heb het gehoord. Okay. Bedankt Jolanda. Ik heb, zoals je gevraagd hebt, goed geluisterd en proberen te begrijpen wat je bedoelt. Maar ik heb in ieder geval gezien dat je van een enorme breedte van de vroegmoderne geschiedenis van de opstand naar heel nauwgezette lezing van literatuurgeschiedenis bent gegaan. En waar je hebt laten zien eigenlijk op heel concreet niveau waar die clichés eigenlijk gebeuren, waar die clichés eigenlijk aan het verschuiven zijn, tot op het punt van het onmogelijke combineren van filie en fobie tegelijk. Heel erg bedankt daarvoor. Ik kan me voorstellen dat ook u allemaal goed geluisterd hebt. En dat er naar aanleiding van de lezing toch nog een paar vragen zijn. Daar is nu ruim gelegenheid voor. Marita krijgt de microfoon en de eer voor de eerste vraag natuurlijk. Ja, Jolanda, heel hartelijk bedankt. Jouw verhaal zet je echt aan het denken. En vooral denk ik... Je gaat naar meer verlangen. En daar gaat mijn vraag eigenlijk over, naar meer. Hebben jullie in het project, want ik begrijp dat dit een heel project is, misschien ook onderzoek gedaan naar de representatie van romanfiguren in de historische roman in Nederland? Ik herinner me, en dan kom ik eventjes op Van Lennep, dat er in de pleegzoon een hele akelige Spanjaarden, een hele akelige Jezuïeten, dat zijn de negatieve mensen, voorkomen. En dat er wordt een kindje geboren in de... gevonden in een gracht. En er wordt meteen gedacht dat het een Spanjaardje is. En het wordt ondergebracht bij een Hollandse edelman. Heel fideel natuurlijk. Maar achteraf blijkt het een Nederlands kindje te zijn. En dat is dus een positief. Dat het dus geen Spanjaardje is, maar een Nederlander. Maar hebben jullie dus ook inderdaad gezocht naar representaties van romanfiguren in de Nederlandse literatuur? Want dat zegt natuurlijk net zoveel zeker als die van zo'n verhandeling. Ja, en vooral, dat was mijn gedeelte van het onderzoek. Dus daar ben ik eigenlijk nog mee bezig. Voor de vroegmoderne tijd hebben mijn promovenden inderdaad gekeken naar representaties in literaire bronnen. Dus toneelstukken en romans, zoals de Schelmen romans enzovoort enzovoort. Maar voor de 19e eeuw is dat inderdaad essentieel, zoals ik al zei. Weet je, want die Nederlandse historische romans uit de 19e eeuw, die hebben ook enorm bijgedragen tot deze negatieve beeldvorming. En ook, wat heel interessant is, de kruisbestuiving met Engeland. Dus dat soort personages doen inderdaad heel erg denken aan de roman van de Monk. De Engelse roman van Lewis, denk ik dat de auteur was. Waar wij eigenlijk dat prototype van de gemene Spaanse geestelijke zien. Waar eigenlijk, je ziet de lijn tot de Da Vinci Code. Want dit is de Spaanse inquisiteur. Ook een beetje kinky, hè? Je weet niet wat die in godsnaam doen in de kelder met vrouwen. Daar hebben wij ook, weet je, ik heb jullie een van die bladjes, van die prenten laten zien van inquisiteurs met een halve naakte vrouw. En dan denk je, jongens, waar zijn we hier mee bezig? Maar die zijn inderdaad die modellen van de oerslechte Spanjaard, die, als je hem echt slecht wil maken, dan lekker geverfd met die katholieke trend. En wat interessant is, daar ben ik ook heel geïnteresseerd naar, wil ik meer onderzoek naar doen, is hoe die stereotypen zich ook filteren naar
huidige contemporaine Spaanse romans. We hebben nu veel meer kennis van inderdaad wat gebeurde tijdens de opstand. Dat het eigenlijk een burgeroorlog was, waarbij ook katholieke Nederlanders waren. Dus je kunt, als je zou willen, zou je daar enige vorm van nuance kunnen invoegen in huidige historische romans. Maar dat is niet leuk. Want wat je wil, je moet gewoon een hele slechte vijand. En dat is gewoon het leukste wat er is. En dan hebben we de slag lekker helder. De helden en de slachtoffers. En als personages te genuanceerd zijn, weet je, nou, dat is niet zo. Maar wat het ook is, is dat al die historische romans, de 19e eeuwse historische romans, je weet hoe dik ze zijn. Hè? Dus dat is echt, langzamerhand ben ik daarmee bezig. En maar die pullen uit stereotypes. En die zijn fantastisch om te lezen. En gewoon omdat je ook die directe lijn met het heden hebt. Dus je ziet hoe onze huidige auteurs van historische romans toch in... Ik weet niet of ik moet zeggen dat ze in de valkuil vallen. Want dat lijkt dat ze het onbewust doen. Maar sommigen zeggen, ja oké, ik weet hoe het zit, maar ja... Who cares? Ik geef mijn publiek wat ze verwachten. Dus je moet niet, want anders zegt iedereen, ja, wat voor een historische roman is dit? Is de Spanjaard niet de slechterik? Nou, niet leuk. Ik wil niet dat een van de rebellen nu aan de hoek komt en die uiteindelijk de dolk op de rug van de held gaat steken. Dus, er moet drama komen uiteindelijk, ja. Ik kom zo meteen op de voorstelling, maar eerst daar vannacht. Ja, dag. Dank. Interessant allemaal. Ik heb wel even een vraag. Wat ik miste eigenlijk was de melding van, 1617 uit mijn hoofd. Spaanse braakbanden van Brederode. Dat is niet heel positief. En ik heb net even, dankzij mijn telefoon, nog even terug kunnen kijken. De eerste opvoering van een Lope de Vega-stuk was eigenlijk pas in 1648. Dus aan het einde van de 80-jarige oorlog. En eigenlijk de invloed van Italië, van Kampen, is zeg maar een nabouw van theater van Vicenza. En noem maar op, de heel veel Italiaanse invloed. Ook het drama is allemaal uit Italië gekomen, denk ik. Maar Lope de Vega eigenlijk, het is aan het begin van de jaren 40... wanneer de El Amigo Fingido eerst vertaald wordt. En het grappige is dat de eerste vertaling, bewerking van Lope de Vega, daar staat zijn naam niet. Maar vanaf dat moment, vanaf de jaren 40, een van de jaren 40, wordt zijn naam wel genoemd. Dus dan wordt het als een soort marketingstrategie gebruikt. Als we kijken bijvoorbeeld naar de Spaanse Brabander, dat heeft te maken met wat ik gezegd heb over de gehispaniseerden. Je ziet 19e eeuwse literatuurhistorici enorm worstelen ook met Bredero als toneelschrijver, want ze zien hem ook als iemand die veel te dichtbij Spanje is op de een of andere manier. Dus je hebt ook de reflectie van eerdere toneelschrijvers uit de Gouden Eeuw, zoals Bredero of Rodenburg. Rodenburg is bijvoorbeeld inderdaad de eerste, zouden we zeggen, cultural agent die met Spaanse stukken tijdens het bestand naar Nederland komt en die zich laat portretteren ook als een Spaanse edelman met die kragen en dat soort dingen. Dus 19e eeuwse literatuurhistorici hebben daar ook een beetje problemen mee, want dan zeggen ja. Was Rodenburg eigenlijk de persoon waarop de Spaanse Brabander is gebaseerd? Want dan neem je zo'n figuur in de maling enzovoort enzovoort. Dus één ding zijn de Spaanse stukken die je al voor het bestaan van het Amsterdamse Schouwburg hebt, want die heb je ook. Bredero zegt in zijn voorwoord: dit stuk is gebaseerd op één van de weinige vernuftige Spanjaarden. En dat is de auteur van de Lazarillo. En dan pakt hij gewoon het derde verhaal van het Lazarillo, van de arme
arme Spaanse ridder, weet je. Dus dat is de Jerolimo enzovoort enzovoort. Dus die verbanden zijn ook heel erg, ook op niveau van inhoud. En wat heel belangrijk, en daar heb ik het vandaag niet over gehad. Dus niet alleen maar wat ze zeggen over hun invloed. Maar wat doen ze ook, wat doen deze Nederlandse auteurs met Nederlandse auteurs die te dicht bij Spanje waren in de tijd. Want ja, dat is een beetje, ze weten niet precies wat moet, ja. Dit gespecialiseerden. Dan krijg je onzuiver bloed. Ja, dat is, en ook zie je ook in het Engelse context, de Hispanized. Dit zijn ook hele interessante figuren, want dit laten zien hoe bedreigend het ook kon zijn. Hè? Dan denk je, het is de vijand, dus in hoeverre ben je echt Nederlands? Aan welke kanten sta je? En hoe gekleurd is jouw... Wat probeer je te doen als figuur hier met deze Spaanse literatuur die je aan het verwerken bent? En de figuren die je ook produceert. Wat is de bedoeling? Dus heel interessant. En de Spaanse Brabander, een klassieker. Ja. Hier van voor was nog een vraag van Lotte Jensen en daarna Mariette. Dank je wel, Jolanda, voor een hele rijke, mooie lezing. Ik was heel erg geïntrigeerd door de term Spanish turn in de neerlandistiek. Dat is een heel verrijkend perspectief. Misschien een vernuftige manier om de neerlandistiek terug te veroveren na 80-jarige oorlog. Wie weet. En mijn vraag gaat eigenlijk over de vraag wat dat perspectief oplevert aan kantelpunten. Want je hebt nu de 17e eeuw en de 19e eeuw gekozen. En ik was heel nieuwsgierig, als je die Spanish turn zou doorvoeren, wat zijn nou kantelmomenten? Is dat bijvoorbeeld 1840 katholieke emancipatie, dat de Spanjaarden plotseling weer opgehemeld worden? Hoe zou je het in de 20e eeuw kunnen zien? Zijn er momenten waarop de neerlandistiek ineens volledig verspaanst, omdat we de Spaanse letterkunde gaan omarmen? Dus hoe zou jouw project eruit zien over tot en met 2022? Nou ja, goed, dat is een grote vraag, maar welke kantelpunten zijn er? Eigenlijk de term Spanish turn is ook gewezigd door Tim Vergeer in zijn proefschrift. En eigenlijk heeft het voornamelijk toepassing op de vroegmoderne tijd. Wat ik gedaan heb, is inderdaad, weet je, ook... daarom zei ik, Marita, alsjeblieft, ga maar gewoon lekker je bezighouden na de biografie van... misschien ga je ook een bijdrage leveren aan deze bestudering van die Spanish turn in de 19e eeuw. Dus we zouden kunnen zeggen dat voor de vroegmoderne tijd is het onontkenbaar. Je kan niet meer zeggen met het onderzoek dat de laatste tijd gedaan is, dat men op een andere manier is gaan kijken naar de Spaanse-Nederlandse relaties. En weet je, de Spanish turn voor andere periodes, ik voel me altijd met een aantal collega's die zich bezighoudt met Spanje, als die druppel op de steen, die maar probeert toch een gaatje te maken, weet je. Maar sommige dingen, dus ik denk, poink, poink, poink. Jullie waren niet... er was geen overheersing. Het waren de rechtmatige gebieden van de koning van Spanje, weet je. Maar dan heb je die Tweede Wereldoorlog retoriek die toegepast wordt op de opstand, weet je. En daar is geen turn te bewerkstelligen, weet je. Maar ik ben bezig met mijn... Als ik geen turn kan maken met mijn collega's, tenminste kan ik wel een gaatje boren om tenminste, weet je, die open manier van kijken naar oorlog, we hebben echt hartstikke veel met elkaar gevochten, maar ook zelfs in die periode was er interactie. En dat is wat. En in de 19e eeuw zijn er andere kwesties die een rol spelen van wat doen we in godsnaam met deze Spaanse erfenis? Verrek. Maar we zijn gewoon uniek en we hebben onze eigen karakter. En wat doen we met... Ook in de Engelse context zie je hetzelfde. Dus dit zijn de enige context waar ik meer verstand van heb, natuurlijk. Maar wat je ziet is dat... wat je net zei over de Italiaanse invloed, natuurlijk. Wat we zien is dat vooral aan het begin van de 16e eeuw, begin 17e eeuw... het is gewoon het Spaanse toneel dat de scepter draagt, weet je. Dus het idee van Shakespeare... Niemand kende Shakespeare, weet je? Sorry, maar het was gewoon zo. Die werd pas in de 18e eeuw ontdekt. Dus onze manier van kijken naar het verleden is ook volledig vervormd door andere
percepties die we nu hebben. Dus eerst het Spaanse toneel en dan het Franse toneel. En daarvoor natuurlijk Italiaanse invloed van de commedia, de l'arte enzovoort enzovoort. Maar de grote nationale, zoals de Claire zegt, Engelse toneel en Limburg Brouwer, Engels en Nederlandse toneel. En daarna komt gewoon de Franse traditie en enzovoort enzovoort. Dus ja, als je maar een beetje kan, als je dat voor elkaar krijgt, dat deze contributie en deze nauwe versmelting van culturele interactie tussen Spanje en Nederland in de vroegmoderne tijd een beetje kan duiden. En in de 19e eeuw die spanning van verrek, oké, goed, toch toegegeven. Oké, dit wel, dit niet. En sommige figuren, zoals de Cid, daar hoop ik in de toekomst meer tijd voor hebben, want dat is heel interessant. Je ziet ook in de vroegmoderne tijd dat de Cid ook een ontzettend gewaardeerde figuur is. En je ziet ook over toneelstukken, 19e eeuwse toneelstukken, Vicelius bijvoorbeeld, over Karel, erfgename van Spanje, over Don Carlos, het beroemde verhaal. Don Carlos vermoord door zijn vader, Philips II, dan zie je ook hoe Don Carlos vergeleken wordt met El Cid. Dus El Cid en het toneelstuk over El Cid op het Nederlandse repertoire worden echt jaren, echt eeuwen. Dus Cid, Spaanse held, en die tegen de Moren vocht, volledig gekoesterd en met veel plezier bekeken. En wel met het besef van het is een Spaanse hel. Dus dat soort dingen, dat soort figuren, ook in de 19e eeuw weer herpakt. En ook hou ik op, want anders ik heb me langer dan vandaag. De longue durée dus. De longue durée is my second name. Ja. Eerst nog een vraag van Mariette. Ja. Ja, dankjewel Jolanda voor de heel interessante lezing. En voor het feit dat je ons de burgemeester van Mechelen en minister van Samenleving beter hebt doen begrijpen. Je noemde in je lezing onder andere Madame de Staël, die een van jouw literatuurschrijvers, geschiedenisschrijvers inspireerde. En je noemde ook de vrouw van Bilderdijk, die een gedicht van een Engelsman over El Cid had vertaald. Ik vroeg me af, zou je iets meer kunnen zeggen over die cultuurtransfer en eigenlijk over de transnationale constructie van die nationale literatuurgeschiedenissen? Dus keken die Nederlandse auteurs, keken die bijvoorbeeld vooral naar Engelse schrijvers? Of ja, wat voor patronen zie je daar in? Nou, in ieder geval, wat ik heel interessant in deze context vond, ook de strakke lijnen inderdaad met Engeland sowieso. Hè. Dus daar zie je ook. En Engeland is bijzonder belangrijk, omdat er daar een hele belangrijke, sterke hispanofiele turn was met de Napoleontische oorlogen. Dus daar zie je duidelijke relaties. Je ziet inderdaad Saudi die deze kant op komt. Lord Byron, die iedereen kent en die iedereen beïnvloedt en tegelijkertijd ook naar Spanje kijkt. Dus, maar de vertalingen, dat is ook een hele rijke zeg maar interactie, hè, wat je ziet. Er worden ook heel veel dingen vertaald uit het Spaans. En wat je ook ziet, is dat bijvoorbeeld Don Quixote, die blijft stevig ook weer nieuwe vertalingen vanaf het begin van de 19e eeuw, ook rond de tijd van de Napoleontische oorlogen, nieuwe edities. Dus heel vaak wat je ziet, is dat een periode van meer Spaansgezindheid of zoiets, vanwege de 80-jarige oorlog, vanwege het bestand in de vroegmoderne tijd, of een toekomstige bruiloft tussen de infanta van Spanje en de prins van Engeland aan het begin van de 17e eeuw. Dat gaat altijd gepaard met vertalingen, hervertalingen, herdrukken van Spaanse werken. Dus dat gaat altijd, ik bedoel, heel erg sterk samen. Dus is ook heel interessant om het in kaart te brengen. Welke werken, wanneer, weer nog een herdruk, weer nog door wie ingeleid, weet je, wie schrijft de paratekst, in welke context, en zo weiter. Helemaal achteraan is ook nog een vraag. Ik heb nog even een vraag. Is er onderzoek gedaan naar veilingcatalogie uit de 17e eeuw. Dus Spaanse boeken in veilingcatalogie. Ja, de oude hoogleraar Jan Lechner
uit Leiden. Die heeft allerlei catalogie uitgeplozen en inderdaad een prachtig lijst samengesteld. Repertorium van werken, Spaanse werken, het repertorium. Super nuttig, want hij heeft inderdaad die lijst gemaakt. En met die lijsten kun je ook gewoon verder. Dus dat is niet inhoudelijk. Dus hij heeft inderdaad zeg maar het werk gedaan, van dit is allemaal vertaald. Maar de tweede pas, de tweede stap inderdaad, weet je, die hebben bijvoorbeeld mijn promovende ook gedeeltelijk gebruikt om een categorisatie te maken van welke zijn inderdaad Spaanse bestsellers. Dus dan zie je ook hoe bepaalde werken heel vaak in bepaalde perioden ook weer herdrukt zijn. Dus de tweede stap is nu inderdaad, maar met twee mensen hadden we niet genoeg. Je hebt altijd dat soort, die zijn de essentiële. Maar ja, wat gebeurt er tegenwoordig ook? Dat, weet je, wie doet meer? Ja, niemand doet dat soort bibliografisch onderzoek meer. Maar we hebben het prachtige repertorium van Jan Legner. Dus heel nuttig, inderdaad. Matthijs daar in het midden. En dan kom ik. Matthijs, ja. Dankjewel, Jolanda, voor de mooie lezing. Ik vroeg me nog wel af, hoe zit het Spaanse imperium eigenlijk hier in? Het hele koloniale imperium en... Ik hoorde dat eigenlijk niet zo. Dus ik vroeg me af, hoe functioneert dat in het verhaal? Nou, weet je, dus eigenlijk niet echt politieke reflectie. Dus ik heb voornamelijk ook gekeken, weet je, naar de argumentatie om de Spaanse cultuur in kaart proberen te brengen. Dus wat je ziet, is dat het voornamelijk wordt het meer ad hominem gespeeld, maar op het niveau van Spanjaarden zelf. En die inherente negatieve eigenschappen die aan hen toegewijd worden. Maar ik heb niet zo, weet je, inderdaad voorbeelden. Of misschien omdat ik ook niet, weet je, ik ging meer van wat zeggen ze over de Spaanse literatuur. Dus inhoudelijk over de literatuur zelf of de invloeden of de Spanjaarden zelf. Maar het is me niet in het bijzonder opgevallen dat een deel van de argumentatie was gebouwd op de... zeg maar op het imperium zelf, als er iets naar voren kwam, is altijd gekoppeld aan dat idee, dat bedreigende idee van de monarchia universalis. En van, wat je niet in deze periode, maar goed, in de vroegmoderne tijd, weet je, dus al die kaarten van Europa, weet je, met Spanje aan het hoofd en dat soort vroegmoderne tijd. Visuele voorbeelden, daar heb ik niet echt voorbeelden van gevonden waarbij het gelinkt wordt met een reflectie over de literaire rol of invloed van de Spanjaarden. Alleen maar op het niveau van de eigenschappen van... Ook niet over de Indianen. Nou goed, voor de Indianen in de vroegmoderne tijd, zeker. Want weet je wat zo interessant is in de Nederlandse context? Wat Benjamin Schmidt zei voor de vroegmoderne tijd, dat in Nederland een soort Americanization of the revolt. Dus al die retoriek over wat de Spanjaarden in Amerika hebben gedaan. Dus die spiegels van de Spaanse tirannie, die worden heel erg in vroegmoderne bronnen gebruikt. Dus let erop, kijk maar wat de Spanjaarden in Amerika hebben gedaan. Dit gaat ook in Nederland gebeuren. Dus, maar dat zie je voornamelijk geïntegreerd in propaganda. En liederen, natuurlijk Nederlandse liederen enzovoort enzovoort. Maar niet echt, weet je. Dus in deze 19e-eeuwse bronnen is het interessant om te zeggen dat die argumentatie... Niet wel met het Moorse verleden, weet je wel, maar niet met... Die honger, landhonger of mishandeling van de Indianen in Amerika. De Spanish Turn is nog niet klaar. Turn is nog niet klaar. Sorry? De Spanish Turn is nog niet klaar in het onderzoek. Nee, de Spanish klaar. En Matthijs heeft ook, hij spreekt ook Spaans. Hè? Dus dan, ik ga nu binnenkort iedereen, Lotte ook, iedereen die maar een beetje Spaans spreekt, die ga ik optrommelen. En we gaan iets heel ergs doen, denk ik. Even kijken of Robert hier nog Spaans durft te praten dan. Er is nog een...
Dankjewel, Jolanda, voor dit prachtige verhaal. Ik blijf het een fascinerend onderwerp vinden, deze twee culturen, Nederlandse en Spaanse cultuur, die jij zo allebei zo begrijpt en met elkaar kan vergelijken. Ik vroeg mij af, het is vandaag 6 oktober. Mm-hmm. Een paar dagen geleden was het 3 oktober. Dat is in Leiden vol overgave gevierd. Ja, joh. Ik vroeg mij af, in hoeverre je in je onderzoek, met name in de 19e eeuw en de reflecties van Spanje, ook gestuit ben op dat soort regionale verschillen. Want ik kan me voorstellen dat, waar je het hebt over Nederland, natuurlijk ook juist in die 19e eeuw het lokale perspectief, regionale perspectief, ook heel bepalend is misschien mm-hmm. wel geweest. In steden als Leiden of Alkmaar, of misschien wel Breda. Mm-hmm. Dit jaar was natuurlijk ook, dat heb je ook meegekregen, de Ronde van Spanje in Nederland. Hè? Ja, ik weet het. Dat is, precies. In dit verband wil ik dat toch ook noemen. En die zijn dus ook in Breda geweest. En dat was niet voor niks, want dat vond men in Spanje een hele bekende stad. Vanwege, natuurlijk, nou. Ja. Kortom, mm-hmm. Kun je iets zeggen over wat je hebt gevonden, mm-hmm. En dan met name of er iets te vinden, te zeggen iets over de regionale, lokale verschillen in dit verhaal. Ik was ook onlangs uitgenodigd om in Breda te gaan praten, maar ik heb het afgeslagen, helaas, want ze wilden dat ik echt iets over Breda heel erg van de Nassau-perspectief zou gaan vertellen. Dus sorry, ik ben historisch letterkundige, dus ik kan het hebben over, jullie hebben daar het schilderij van Velázquez gezien over Breda. En daar zijn er ook Spaanse toneelstukken over. Dus dat is ook heel belangrijk om het te combineren. Maar eigenlijk, als je kijkt naar deze 19e-eeuwse bronnen, in de bronnen die ik gezien heb, is meer het nationale wat een rol speelt. Dus, en als het iets kleins wordt ingezoomd heeft het inderdaad met kanonieke historische episodes zoals Haarlem, zoals Leiden en Alkmaar, natuurlijk Mechelen minder, sorry. Ja, Mechelen, dat spijt me voor de meneer. Maar die zijn inderdaad versteende episodes ook van ons gedeelde verleden. Dus die zijn ook het onderwerp van veel historische romans, natuurlijk. Dus daar komt wel het regionale, maar echt versteend in bepaalde momenten die echt al vanaf de vroegmoderne tijd kanoniek zijn geworden. Dus zijn, ja, altijd de drie encapsulated verhalen, weet je? En Breda, Breda minder, want voor Spanjaarden was het een overwinning natuurlijk. Dat is ook heerlijk om te zien, de perspectieven. Nee, we wonen, wie heeft wanneer gewonnen? Want er zijn verschillende momenten en dan, toen heb je gewonnen. Dan heb ik gewonnen. En uiteindelijk heb jij gewonnen, maar ik ben vergeten dat jullie gewonnen zijn. Dus dat is ook het leuke van de 80-jarige oorlog, van de opstand in een Spaans perspectief. Ik denk dat als je in Spanje mensen gaat vragen, we noemen dat Las Guerras de Flandes, dus de oorlogen van de Nederlanden, in de Nederlanden. Als je mensen gaat vragen van, weet je nog, ja, de Guerras de Flandes? Ja hoor, wie heeft ze gewonnen? Wij? Niet helemaal. Dus het is een beetje, de historische perceptie is heel erg, want de meeste mensen denken aan het schilderij van Velázquez met de pika's. En dat is gewoon de overwinning van Breda 1625. Een van de grootste overwinningen. Maar daarna ging het. Maar dat weten we niet meer in Spanje. En ik ga mensen niet teleurstellen. Dus het zijn moeilijke tijden, zoals Jan zei. Dus dan denk je, ja, geloof maar je maar in je overwinningen. Blijf maar, ga maar lekker naar bed denken van, ja, Breda, einde van de oorlog. Het zijn inderdaad moeilijke tijden, maar ik hoorde je net ook zeggen, het leuke van de oorlog. Dat, ja, inderdaad, nee, er is niks leuks aan de oorlog. Dat vooral mee de nacht innemen. Want we mogen natuurlijk niks leren uit het verleden of geen voorspellende waarde, maar ik hoop dan toch dat zelfs de oorlog die wij nu meemaken iets van een culturele heropleving of een nieuwe culturele uitwisseling, maar dan met Rusland, zal kunnen. We gaan allemaal vanavond met een Russische roman naar bed, okay? Yes, of een verhaal, kort verhaal. Maar in ieder geval, Jolanda, heel erg bedankt. Jullie bedankt voor het geduld, want ik denk dat ik meer gesproken heb dan ik zou moeten. Maar ik denk dat iedereen nog wakker is en leeft. Ik zie geen lijken, dus ik ben blij. Dank u wel voor de aandacht en dat u hier vandaag naartoe gekomen is. Ja.